Welkom bij Stefan Tekent. Ik ben Stefan Groot, illustrator en animator. En in deze video laat ik wat studies zien die ik heb gemaakt voor het YouTube-kanaal Zodus. En het zijn studies van een eekhoorn. Ik ben nog bezig met de tekenfilm. Maar voordat ik tekenfilmfiguren teken, wil ik altijd eerst weten hoe ze er in het echt uitzien. En dit is bijvoorbeeld een studie van een eekhoorn die in een boom zit. De illustraties heb ik gemaakt in Procreate. Dat is een app voor iPad. En daar kan je gewoon met je vinger op de iPad tekenen. Ik schets eerst de basis van de eekhoorn en later werk ik pas de details uit. En het is ook een manier dus om het karakter uiteindelijk te vinden die ik ga gebruiken voor in de tekenfilm. Het mooie van Procreate is dat je heel veel verschillende soorten penselen hebt en een soort potloden. Ik gebruik nu een beetje grafiet potlood. Maar ja, het is natuurlijk allemaal digitaal. Dus in de basis zet ik het met wat zachter potlood op. En daarna ga ik de tekening iets meer verfijnen met een dunner en harder potlood. Dit was een beetje om te kijken hoe een eekhoorn bijvoorbeeld in een boom zit. En hoe de nagels eruit zien en hoe de proporties van een dier zijn. Hierna heb ik nog een andere illustratie gemaakt van een eekhoorn die dan weer een nootje vasthoudt. En het begint altijd met de basis, dus de algemene vorm van een dier. En daarna ga je pas de details uitwerken. Dus hoe houdt bijvoorbeeld een eekhoorn zo'n noot vast? En wat zijn de verhoudingen van het gezicht? Hoe groot zijn de ogen? Wat zijn de eigenschappen van een eekhoorn? En het handige is nu dat je gewoon heel veel materiaal op internet kan vinden. Dus heel veel fotomateriaal. En dat dient als basis voor het ontwikkelen van een nieuw karakter. En dit is een realistische eekhoorn. En hierna heb ik daar een eigen eekhoorn uit gedistilleerd die in de animatie terecht is gekomen. Onderaan deze video zet ik een link naar de tekenfilm waarin de eekhoorn voorkomt. En dat is voor het kanaal Zodus. En als je daarop tikt, dan kan je het uiteindelijke shot zien waarin de eekhoorn voorkomt. Het is een tekenfilm die gaat over de winter. En hiervoor teken ik ook de achtergronden van de tekenfilm in Procreate. En dat is erg handig, omdat je heel snel kan werken. Dit is natuurlijk versneld afgespeeld, zo snel kan ik natuurlijk niet tekenen. Maar je kan echt heel snel achtergronden schilderen. Als je dit op papier zou doen, dan ben je er veel langer mee bezig. En hier kan je alles in lagen zetten. Dus de achtergrondlaag is één laag en de boom die ik nu inteken, dat is nog een aparte laag. En daar overheen schilder ik ook nog de eekhoorn in. En voor dit shot had ik een eekhoorn nodig die aankomt vliegen en een eekhoorn die vanuit de boom komt. Dus eerst teken ik heel schetsmatig dus de eekhoorn in en hij wordt in de video vrij klein, dus je hoeft niet zo gedetailleerd te werken. Dus dit is de eekhoorn die aankomt vliegen. En in de boom wordt het dan een eekhoorn die zijn kopje net uit de boom laat zien, want de boom valt om in de tekenfilm. Ik hoop dat je deze video leuk vindt en als je misschien een tekenles wil hebben over hoe je moet tekenen in Procreate of hoe je een eekhoorn tekent, laat me dan weten in de opmerkingen en misschien maak ik er dan een video van. Tekenen is leuk, je moet het alleen heel veel oefenen.
Tot de volgende keer. Doodles.